kan je cultuur je leven verkorten. Dit is de Universiteit van Nederland. Wie weet wat dit is? Ja, dat is niet het goede antwoord. Het zijn geen pepermuntjes, moeten we het anders voorstellen. Het zijn inderdaad pepermuntjes. Het zijn placebo-pillen. Een placebo-pilletje? Ik bedoel er niks mee hoor. Oké, ik ga het zelf niet nemen, want ik moet natuurlijk praten. Placebo's. Ik ben geen wetenschapper. Ik ben natuurlijk wel een wetenschapper, maar geen medisch wetenschapper. Ik ben een socioloog. Maar toch vind ik placebo's super interessant. Vooral om de vraag of ze werken. Wie denkt er dat placebo-pillen werken? Ah, kijk. Iedereen denkt dat placebo-pillen werken. En eigenlijk kan je zeggen, een placebo-pil werkt niet. Er zit geen werkzame substantie in placebo-pillen, daarom dienen we ze toe. Maar toch is er een reden, ook in medisch onderzoek, om te controleren voor placebo-pillen. En dat is de kracht van suggestie. Dat iemand denkt, ik heb een medicijn, dus ik zal wel beter worden. En daar gaat op zich een helende kracht van uit. Zou er helemaal geen reden zijn, zou er helemaal geen werking zijn van placebo's, van dat soort medicatie, dan kan je medische experimenten veel makkelijker maken. Je geeft gewoon een groep een pilletje, je geeft de andere groep niks, en vervolgens meet je of er wat aan de hand is. Nu zijn er tal van studies die bijvoorbeeld laten zien dat soms mensen een medicijn krijgen toegediend en dan vervolgens worden ze beter. En dan hebben ze ook echt het medicijn te pakken. Maar dan komt er een andere groep onderzoekers en die laat dan vervolgens zien, doordat er mensen zijn met bepaalde bijwerkingen en weet ik wat allemaal, en die dienen dan een medicijn toe tegen de bijwerkingen. En dan verdwijnt het effect. En dan is het dus niet de werkzame heling van het medicijn dat de truc heeft gedaan. Maar het medicijn deed niks, maar werkte als een placebo. De mensen die kregen wat bijwerkingen dachten, oh, ik heb huiduitslag, ik zal het medicijn wel hebben en vervolgens beter werden. En dat toont eigenlijk aan, voor een socioloog is het heel interessant, dat het idee, het hebben van een bepaald idee, een tamelijk krachtige suggestie kan zijn. En eigenlijk kan je zeggen dat in de sociologie dat een beetje veronachtzaamd is. Dat er heel veel mensen, heel veel sociologen, daar eigenlijk helemaal niet zo'n onderzoek mee doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar inleidingen sociologie, die wij allemaal gebruiken in ons eerstejaarsonderwijs, en je gewoon eens kijkt naar hoe een proces, een tamelijk belangrijk proces als modernisering, wordt gedefinieerd, dan wordt het altijd gedefinieerd in termen van industriële relaties, economische relaties tussen mensen, die bepalen wat iemand denkt, wat iemand wordt, et cetera. En nooit wordt eigenlijk modernisering gezien als iets cultureels. Hè? Als een cultureel proces wat maar voortschrijdt en allerlei effecten met zich meebrengt. En dat is eigenlijk vreemd. Want de stamvader van de cultuursociologie, en dat is Max Weber, die doet dat heel anders. En die toont ook eigenlijk aan dat dat heel anders kan. Max Weber, die is bekend van alles. Processen rond rationalisering, rond onttovering, allerlei hele verstandige boeken heeft hij ook geschreven over de methodologie van de sociale wetenschappen. Maar hij is het beroemdst geworden aan de hand van één boek. Het is echt een episch boek. Dat heet De Protestantse Ethiek en de Geest van het Kapitalisme. En wat hij daarin doet, is de relatie omdraaien. Niet de economische omstandigheden bepalen hoe mensen gaan denken, maar juist hoe mensen denken, de cultuur van mensen, bepaalt uiteindelijk de economische omstandigheden. En dat laat hij zien aan de hand, een eeuwenoud voorbeeld van de opkomst en de groei van het kapitalisme. Het kapitalisme, wat hij zegt en hoe hij dat verklaart, is vanuit het idee dat vroeger de mensen katholiek waren. In het katholicisme hadden de mensen een relatie met God, maar die werd gemedieerd door de pastoor, de bisschop, de paus. Die zaten er allemaal netjes tussen. En die vertelden jou vervolgens wat je moest doen, wat je niet moest doen. Als je gezondigd had, bijvoorbeeld met je handen onder de dekens of weet ik veel wat, dan zei de pastoor, nou, 5 wezen roetjes en dan staat daar de collectepot, gooi er wat in. En het komt wel weer goed met je. Hè? Dus het was relaxed. Voor die katholieken, dan wist je gewoon op een gegeven moment, als de pastoor zei, komt goed met je, jij gaat wel naar de hemel,
dan was dat lekker. Met de opkomst van het protestantisme, met de opkomst van die beeldenstorm, veranderde er heel wat. Hadden de mensen dat niet meer. Daar waren de mensen alleen. Alleen in hun geloof, alleen in hun relatie met God. Degene die dan toevallig stond te preken in de kerk, ja, dat was ook maar gewoon iemand. Maar die had eigenlijk helemaal niks te maken met jouw relatie met God. En dat leverde ook onzekerheid op. Onzekerheid in de zin dat niemand je meer zei dat je het goed deed en dat je wel naar de hemel zou gaan. En ook dat hele idee dat je het goed deed, ja, dat kwam zwaar onder druk te staan. En wat hebben die protestanten daar nou wel op gevonden? Dat is een onverzettelijke arbeidsethos. Een onverzettelijke arbeidsethos. Want zij gingen ervan uit, heel bijbels, dat als je je talenten niet verspilt, maar goed aanzet om productief te worden, dan vindt God dat prima. En dat betekent dat ze niet stopten met werken als ze strikt genomen genoeg hadden. Als ze strikt genomen genoeg hadden om zichzelf en hun familieleden wat te eten te geven en wat onderdak, dan gingen ze toch door met werken. En precies dat arbeidsethos van die protestanten, dat zorgde dus voor een enorme economische groei. Voor een ongelofelijke omwenteling in het economische denken in Noordwest-Europese landen. Want daar begon het. En daar komt het door dat het kapitalistische systeem, volgens Weber, het kapitalistische systeem is gegroeid in typisch protestantse landen. En daar tot wasdom is gekomen. Als gevolg van het arbeidsethos van die protestanten. En niet andersom, hè? Dus niet hoe kapitalisme de beeldenstorm heeft verklaard. Hè? Hij draaide dat gewoon om. Wel nu, die Max Weber die was super bekend. Iedere socioloog die ziet hem ook als de stamvader van de sociologie. En ja, elke cultuursocioloog die heeft hem wel op zijn nachtkastje liggen, laten we het zo maar zeggen. Maar er zijn er ook andere sociologen, die zijn net wat minder bekend, maar daarom niet minder interessant. Bijvoorbeeld David Phillips. Hij ziet er een beetje uit als een iets wat muizig mannetje. Ik denk ook niet dat veel sociologen hem bijvoorbeeld kennen. Maar ik ken hem wel, omdat hij een bizar leuke smaak heeft voor wat ik dan maar even noem, dit kan niet waar zijn onderzoek. Hij heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de vraag of mensen of er zoiets is als een naaapeffect. Als je leest in de krant dat iemand zichzelf van kant heeft gemaakt en je denkt, nou, ik zit er ook niet lekker in mijn relaties en zo en weet ik wat allemaal, dat je dan denkt, ja, misschien wel een goed idee. Ik ga mezelf ook een kant maken. En precies dat heeft hij onderzocht aan de hand van aantallen eenzijdige auto-ongelukken. Zodra er in de krant een zelfmoord werd gepubliceerd, dan laat hij zien dat er een voor de rest onverklaarbare piek is in het aantal eenzijdige auto-ongelukken 2 dagen na publicatie van die zelfmoord in de krant. En dat valt voor de rest niet weg te verklaren door alle bekende factoren, sneeuw op de weg, et cetera. Er blijft altijd een onverklaarbare piek die toe te schrijven is aan dit soort onderzoek. Dus hij doet heel vaak onderzoek naar leven en dood kwesties. Nu heeft hij ook onderzoek gedaan de effecten van cultuur op de kans dat je doodgaat. En hoe onderzocht hij dat nou? Hij onderzocht 2 groepen mensen in Amerika, want het is een Amerikaanse socioloog, en daar onderzocht hij hoe groot de kans was dat je het overleefde als je ziek werd. Iedereen wordt wel eens ziek, maar de meeste van ons worden weer beter. Maar wat heeft hij nou onderzocht met Amerikanen en Chinezen? En dan richt hij zich vooral op de Chinezen. Chinezen hebben een geloofssysteem waarbij je soms in een ongeluksjaar geboren kan worden. En dan word je gewoon geboren en dan denk je, ja, het loopt niet goed met me af. Tegenwoordig heb je ook in Giethoorn heb je hotels waar alle 4e verdiepingen en kamers 4 en et cetera, is ook een ongeluksgetal, is gewoon radicaal weggesnoeid, maar daar houden Chinezen niet van. Je kan ook in een ongeluksjaar geboren worden. En dan weet je, als je ziek wordt, is niet fijn, hè? Nou, precies die Chinezen die in een onderzoeksjaar geboren worden, zodra ze ziek worden, hebben ze een echt verschrikkelijk grote kans dat ze doodgaan. Vergeleken met Chinezen die in het jaar ervoor en daarna geboren worden. Dan denk je, nou, dat is wel interessant. En vervolgens heeft hij dat dan vergeleken met Amerikanen die ook in het ongeluksjaar geboren worden. Geen effect uiteraard. En toen vervolgens heeft hij dat nog uitgesplitst naar 2 typen Chinezen. Want het was allemaal in Amerika natuurlijk. Je hebt meer geïntegreerde Chinezen. Die in kleine Chinese gemeenschappen, in hele grote Amerikaanse gemeenschappen wonen. Die al 2 jaar in Amerika geboren zijn, et cetera. En je hebt groepen Chinezen die komen uit China, wonen in een grote gemeenschap, een Chinese gemeenschappen waar constant dat geloofssysteem herbevestigd wordt onder elkaar. En precies onder die laatste groep, daar vond hij de sterkste effecten. En onder die meer geïntegreerde groep, veel zwakkere,
met Amerikanen veel vergelijkbare effecten. En dat toont eigenlijk aan dat ja, hun cultuur, het idee dat je pech hebt, al genoeg kan zijn om het loodje te leggen. Hè? Dat vond ik zelf heel erg interessant als onderzoeker. En eigenlijk inspireert mij dat tot heel veel meer onderzoek. Bijvoorbeeld, laatst zat ik nog Champions League te kijken. Het was een wedstrijd van Real Madrid. De mensen die het veld opkomen, al die sporters, en je denkt even na, tenminste ik ben niet gelovig, en ik denk ook niet dat dat op zich zin heeft om te bidden, want God kan je daar niet helpen, want ik denk niet dat er een God is. Maar ja, elke speler, ja, die bukt dan, raakt de grond aan, slaat een kruisje, laat even het jongetje los natuurlijk, dat moet ook, want anders dan valt hij, en loopt dan het veld op. En ze doen het allemaal, ook de tegenstanders doen het ook. En dan denk je toch, ja, God, dan moet God kiezen en dat is lastig, dat zal niet werken. Maar cultuursociologisch kan het wel werken. Dus eigenlijk zou ik daar onderzoek naar willen doen. Hè? Gelovige of bijgelovige sporters aan de ene kant. En totaal ongelovige, niet bijgelovige sporters aan de andere kant. En dan eens kijken met een experiment of sportprestaties ook beïnvloed zouden kunnen worden door het idee alleen al dat God je bijstaat of je gelukszokken aan de goede voeten zitten of niet. En dan eens kijken wat dat zou opleveren. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld mindfulness en gezondheid. Er is een vereniging tegen kwakzalverij en die zal ongetwijfeld denken, maar het is niet goed wat die jongen daar nou aan het voorstellen is. Maar mindfulness of andere therapieën waarvan de heilzame werking natuurlijk niet volledig is vastgesteld, kan op deze manier wel een effect hebben op iemands gezondheid. Als je er zelf maar genoeg in gelooft. Nu denk ik natuurlijk niet dat alle ziektes zo zou kunnen verklaren of zo. Maar ik zou graag het experiment willen aangaan. Ik zou graag willen kijken in hoeverre dat toch zou kunnen. In hoeverre er bepaalde ziektes zijn die wel genezen kunnen worden door mindfulness. Simpelweg door het feit dat mensen erin geloven. En precies hetzelfde natuurlijk, dat als je gelooft in mindfulness en je gaat naar een gewone, reguliere arts, dat gewoon niet werkt. Want ja, je denkt toch, joh, luister eens, ik weet niet wat jij allemaal zegt, maar ik geloof er geen barst van. En dat ook doorwerkt in de heilzame werking van reguliere behandelwijze. En dat lijkt me interessant. Een laatste voorbeeld, en dan kom ik weer terug naar de sociologie. Is een voorbeeld rond sociale klasse. We weten dat sociale klasse heel erg belangrijk is als het gaat om voor allerlei politieke voorkeuren, hoe men denkt over de verzorgingsstaat, et cetera. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat niet het echte, dat niet het effect is van sociale klasse op al dat soort denkbeelden, maar dat het juist is het idee dat je in een bepaalde klasse zit. Dus stel je bent vrachtwagenchauffeur of je bent vuilnisman of weet ik veel wat, dan stem je op een linkse partij, maar je stemt niet op een linkse partij omdat er objectieve belangen zijn, maar omdat je denkt dat je belang is. Hè? Dus dat er cultuur tussen zit op een bepaalde manier. Daar heb ik een promovendus op zitten, die begint met stemgedrag, dat werkt. Klasse heeft nooit een effect, tenzij mensen denken dat ze in een bepaalde klassepositie zitten. En nu gaan we bijvoorbeeld ook onderzoek doen naar gezondheid. Want er zijn sterke verschillen in gezondheid tussen de klassen. En dat kan je ook misschien ook op die manier wegverklaren. Wel nu, cultuur is dus een factor van belang. Max Weber toonde dat aan. David Phillips toonde dat aan. En dat is wat ik eigenlijk ook wil aantonen. David Phillips toonde aan dat het zelfs je dood zou kunnen zijn. En dat toont maar eventjes aan hoe krachtig dat precies is. Wel nu, jullie horen me heel vaak generaliseren. Ik deel groepen in, hoger, lager, opgeleide. Ik stop mensen allemaal maar in hokjes. En dat is misschien heel onplezierig voor jullie om te horen. Je kan je afvragen of dat eigenlijk wel mag. Mag je wel zomaar generaliseren? Mag je zomaar mensen in een hokje stoppen? En daar hoort u het volgende college meer over.